De beloningsstructuur voor de zorgsector wordt gemoderniseerd. Dit zei Mark Sprenger, adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, gisteren tijdens een brainstorm-sessie met zorgvakbonden in het 's Lands Hospitaal. Sprenger stelt dat bij modernisering van de beloningsstructuur het puur draait om beschrijving van de functies in de zorgsector. Het gaat niet alleen over verpleegkundigen, maar het gaat over alle beroepen binnen de gezondheidszorg. Ik laat het zo zien. We hebben meer dan 120 functies geïdentificeerd en we zijn nu bezig, en eigenlijk al heel ver, om die functies te beschrijven, zodat je ook voor dezelfde functie één beschrijving hebt die voor alle ziekenhuizen en instellingen in Suriname geldt. Het is de bedoeling dat de functie op een onafhankelijke manier, op een onafhankelijke manier wordt gewaardeerd. Gezondheidsminister Amara Madin geeft aan dat gestreefd wordt naar een werkbaar systeem voor de gezondheidszorg. Omdat uitgangspunt is gelijkheid, uitgangspunt is gelijke waardering, heeft veel meer winst in arbeidsrust. En ik denk wel dat de functiezwaarte, ik weet niet als dat is meegenomen, maar de functiezwaarte of de druk op de zorgwerker ook bepalend zal zijn. Dus ik weet niet als dat even benadrukt kan worden, want tuurlijk, een ziekenverzorgende die werkt bij het streekziekenhuis Atjoni of AZP, daar zal er een nationale CAO voor zijn. Maar ik denk wel dat de druk op die persoon en de werkdruk wel bepalend zal zijn. Ramadine wijst er tenslotte op dat gewerkt zal worden aan een gepaste CAO voor de zorg, waarbij niemand wordt benadeeld. De zorgsector staat volgens de minister aan het begin van een nieuw systeem.